Het is een zorgwekkende trend die steeds vaker voor lijkt te komen. Aanslagen met explosieven bij huizen. Dit keer was het weer raak in Os. Maar bijvoorbeeld ook in Den Bosch en Eindhoven. Onrust in de Antwerpenlaan in Eindhoven. Bij een leegstaand huis is vannacht een explosie geweest. 3/4 jaar geleden was hetzelfde huis ook al doelwit van een aanslag. En bij dit huis in Bergen op Zoom knalde de ruiten eruit na een grote ontploffing. De schade was enorm. Ja, de afgelopen weken zien we best wel een toename van dit soort incidenten. De politie heeft er de handen vol aan. We noemen toename dat explosieven richting woningen worden gegooid. Dat is overigens een trend die niet alleen in Oost-Brabant zichtbaar is, maar in heel het land zichtbaar is. En dat is wel iets waar we als politie wel zorgen over maken. En de daders die zijn vaak nog jong. Zijn vaak jonge, zwakkere jongeren die dit als opdracht uitvoeren. Maar er zit natuurlijk ergens een opdrachtgever. En daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Van wat is er nou precies aan de hand? En er is natuurlijk heel veel kopiegedrag. Omdat dit blijkbaar de nieuwe manier is. Ja, we moeten hier echt paal en perk aan stellen. Maar dat kan niet een burgemeester en een gemeente met de politie alleen. Daar hebben we de buurt voor nodig. En het is heel belangrijk dat je dingen meldt. En niet alleen voor bewoners van huizen die doelwit zijn, is het een nachtmerrie. Ook voor de buurt is het heftig. Want ja, zo'n explosief dat ineens afgaat in je straat, dat is flink schrikken. Ik ben al 4 uur aan het stofzuigen. Ja, ik kan wel gaan huilen, maar... Ja, het is gewoon... Ja, ik wou dat het afgelopen is. Ik wil gewoon in rust leven, klaar. Even terug naar Os. Daar was het in een wijk al een langere tijd onrustig. Zoals in de Van Limburg-Stierumstraat. De meeste mensen hier in de buurt willen niet voor de camera reageren. Maar ze zijn allemaal bezorgd. En ze zouden het liefste zien dat het gezin dat hier woont vertrekt. Want dat zorgt voor veel problemen. Er waren al vaak politieinvallen. Er is een auto in brand gestoken. Er zou mogelijk op het huis zijn geschoten. En eerder deze week was er ook een explosie in de Karel de Stoutenstraat, hier een eind verderop. Vlak bij de woning van een familielid van de mensen die hier wonen. De burgemeester grijpt nu in. Als burgemeester heb ik een paar bevoegdheden. En eentje is huizen sluiten. Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan bij twee explosies. Waarvan we zeiden, het moet heel helder zijn aan degene die dit gedaan hebben. Dat de mensen daar nu niet meer wonen. En daarmee hopen we de overlast in de buurt terug te brengen en de veiligheid te herstellen. Ik denk dat dat belangrijk is. Deze vorm van aanslagen op huizen is letterlijk explosief toegenomen. Het is de vraag wat hier dan tegen gedaan kan worden. Nou, wat we de mensen kunnen vertellen, dat we ons echt best doen om de daders te vinden van dit soort incidenten. Maar belangrijk is dat mensen verdachte situaties aan ons blijven melden. En hopelijk kunnen we zo dit soort incidenten ook voor zijn.